mooi. Wat een goed weer, hè. Ja. En wat is Monniken dan mooi, hè? Prachtig. Ja, ik wist het al, maar ik heb het weer gezien. Hoe mooi het is. Heeft u daar gekeken? Waar? Ja, ook. Ja. Miljoenen kinderen, Sinterklaas. Heb je ze geteld, Piet? Ja, dat kan ik heel snel, hè. Hoe ver was je? Bij 200.000 miljoen en 6, daar was ik gebleven. 200.000 miljoen? Zit er daar nog één? Dat is dus 200.000 miljoen en 1.007ste. Ik denk het wel. Wat veel, hè? Dat vind ik heel veel. Ja. Zouden jullie allemaal hun schoen zetten vanavond? Die paardenpiet, die rijdt. Zetten jullie allemaal? Even lekker terug. Ja, Sinterklaas, ja. Ja. Maar dan moet ik er wel iets bij zeggen. Want jullie mogen allemaal je schoen zetten. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn bij 2.300 miljoen 6 en 7 kinderen. Nou, maar we dat doen wel... kan een paar dagen duren. Nou, het zou een vergissing zijn als iemand niet iets in zijn schoen krijgt. Vandaag al. Maar we proberen het wel, Sinterklaas. Ja, we allemaal. Ja. Ze werken hard en met plezier. Hé, hey, beetje huilen. Kom maar even bij Sinterklaas dan. Mama kwijt. Dat ziet je moeder vanzelf. Ben je Anne? Sinterklaas bent, Anne. Anne, kom eens. Kom maar lekker bij Sinterklaas. Zetten we de muts op. En nou ziet mama. 1, 2, spring. Dat jij bij spring. Sinterklaas bent. Oh. En nou weet ze gelijk waar je bent. Blijf je even lekker bij ons. Moeder van Anne. Dit is Anne. En dit is Sinterklaas. En dit zijn de Zwarte Pieten. Dit is en Anne. Ze is in goede handen. Maar ze is Anne. Toch liever bij jou. Dus kom er maar straks even halen. Ja. Hè? Mama Anne, heeft u het gehoord? Anne. Ja hoor, ze heeft het vast gehoord. Het komt allemaal goed hoor. Blijf je lekker even zullen wij vragen of de kinderen voor jou wat zingen? Ja. Dat vraag jij het eens, Piet. Zeg, kinderen, luister eens even. Anne is haar mama kwijt. Maar zullen wij met z'n allen eens eventjes wat gaan zingen voor Anne? En voor Sinterklaas natuurlijk. Ja? Ja? Wat moeten jullie zingen? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal tegen. Super. Ja, komt hoor. Heb je er al gezien? Super, voor de Anne. Dat is een spier. Ja, nee, dat komt wel goed. Er zijn even helemaal geen pepernoten voor je, Anne, nee. Maar ze komen wel, hoor. Zeg, snoeppieten, kom eens even gauw hier. Ja. Anne wil een snoepje hebben. Ja. Een snoeppieten. Een snoepje kan zo lekker zijn. Kijk eens even aan, wat we hier hebben, is dat genoeg? Anne. Doe jij maar eens een flinke hand in de zak. Nou, zo zouden ze allemaal hun moeder wel even kwijt willen zijn, denk ik. Ja, ik hoop nog wel zelf, Sinterklaas. Nee, maar. Zo, Anne. Goed zo. Lekker, hè? Nou, dat is wat. Jij gaat hier niet weg voordat je moeder terug is, hoor. Zo is dat. Blijf lekker bij ons. Wacht er gewoon net zo lang. Zegt Pieter. Ja, Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Ik ben in zo'n verschrikkelijke goede bui. Ja. En ik ben zo blij dat de hoofdpiet en de wegwijspiet zo vreselijk goed samen hebben gewerkt. Ja. Er kan niks misgaan. En er is ook niks misgegaan. Nee, Sinterklaas. Alles is goed gegaan dit jaar. Ja, het is allemaal goed gegaan. Ik heb het allemaal geregeld. Ja, het is allemaal goed gegaan. Zal ik jullie belonen? Ja, natuurlijk. Ja, graag, Sinterklaas. Zal ik de Pieten belonen, Anne? Ja, hè? Zal ik jullie als beloning een piepverhaaltje vertellen? Oh ja! Ja, Jotem, een piepverhaaltje. Weet jullie wat een piepverhaaltje is, jongens mij? Een piepverhaaltje, dat is wel zo'n klein verhaaltje. Ja. Dat is gewoon een piepklein verhaaltje. Piepklein verhaaltje. En als je piep hoort, dan is het afgelopen. Ja, als je zegt piep, dan is het verhaaltje voorbij. Verhaaltje zullen we dat doen? Laten we dat doen. Ja. En dan mogen jullie, net als altijd bij het piepverhaaltje, allebei zeggen één ding waar het over moet gaan, het verhaaltje. Ja, natuurlijk. Dat doen we altijd, hè. Dat mogen wij zeggen. Ja, zeg jij maar eerst. Kom jij maar even hier. Kom maar even hier. Piet, kom eens. Luister eens. Weet je nog van toen Sinterklaas... Toen Sinterklaas met die... dat verhaaltje over Sint en de... Sint, toen. En de pepernoot. Zullen we dat doen? Sint en de pepernoot. Oh, ja, doen. Ja. Jongens, meisjes, dat is een hartstikke leuk verhaal. Sint en de pepernoten. Nou, moet je zo opletten. Wat wordt het, Sinterklaas, we weten het. We weten het, Sint. Het moet gaan over... Sint... En... De... De
Pepernoten. Oh nee, hè. Ja, ja, zit klaar. Ja, beloofd is beloofd. Nee, dat vind ik flauw. Dat hadden jullie niet moeten doen. Jawel, jawel. Moet u echt doen. We gaan over de Sint en de pepernoten. Ja, ja, waar zit het. Ja, ik heb het beloofd. Ja. Nou, moet even goed nadenken. Er was dus een lantaarnpaal. Nee, Sinterklaas. Nee, Sinterklaas. Stil nou, het komt zo. Ja. Er was dus een lantaarnpaal. En die stond voor het paleis van Sinterklaas. Ja. En het licht was aan. Ja. En het licht van de lantaarnpaal keek recht naar binnen. Ja. Moet je goed luisteren, Anne. Keek recht naar binnen in de werkkamer van de Sint. Ja, Sinterklaas. Ja. En daar was ik aan het werk natuurlijk. Ja, Sinterklaas. Ja. En ik las in mijn grote boek. Ja, Sinterklaas. En naast het boek stond een hele grote schaal met pepernoten. Yes. Ja, Sinterklaas. Ja. En toen heb ik er eentje gesnoept. Ja. Nou, eentje. En toen heb ik er nog eentje gesnoept. Ja, maar dat komt. Dat waren, kan er niet vanaf blijven, noten. En toen kwam en toen smaakte ze alleen maar naar meer. En toen heb ik gegeten en gegeten en gegeten. En, achter elkaar tot de hele bak met pepernoten op. Ja, en toen kwam ik binnen, Sinterklaas, om te controleren of u aan het werk was. Ja. En wat zie ik? Ik wou een pepernootje nemen. Ja. De hele schaal met pepernoten was leeg. Ja, dat geeft helemaal niks. Op gegeten. En ik geeft werd niks, want je mag niet snoepen. Nee. Ik werd wakker, Sinterklaas, en ik wou eventjes een glaasje sinaas drinken beneden in de koelkast. En ik wou ook even een pepernootje eten. Nee. Alle pepernoten waren op. Had Sinterklaas opgegeten? Dat geeft toch niet? Het is helemaal niet gezond om pepernoten te snoepen. Ja, u snoepen en wij niet. Ja, nou ja, dat was niet helemaal in orde, maar ik heb er ook een beetje spijt van. En ik zal het ook nooit meer doen. En jullie, ik heb het niet kwaad bedoeld, toch? Nee, dat weten we niet. Jongens, hoe doet een muis? Nee, nee. Piep. Verhaaltjes uit. Nou, het verhaaltje afgelopen. Verhaaltjes uit. Ja, het afgelopen. Het is toch nog goed afgelopen. Piep. Oh, het is goed ah, iedereen mag wel eens een keertje snoepen, hoor. Ja, natuurlijk. Heel lekker om veel te snoepen. Jawel. Eén keer. En ook Sinterklaas mag eigenlijk wel eens een keertje stout zijn, hè? Ja. Eén keer. Ja, niet te vaak. Maar ik ben best een beetje stout, want ik ben eigenlijk ook nog een beetje een kind soms. Ja. Nou, dat kan je best wel zeggen, Sinterklaas. Ja, we moeten u goed controleren en in de gaten houden. Nou, controleren hoeft niet, hoor. Alles fout. Ja, wel, wel. Hoe vind je het, schat? Vind je het erg stout van Sinterklaas dat hij gesnoept heeft? Ja, hè. Zal ik niet meer doen. Snoep jij wel eens te veel? Ja, doe dit maar. Vind ik niet zo erg. Kijk eens. Niet nog maar een pepernootje. Wat? Sinterklaas maar een pepernootje. Ja, broertje toe. Wil je naar je broertje toe? Ja. Waar is je broertje? En waar is je broertje? Laat je broertje ook even komen. Hoe heet je broertje? Wouter. Wouter. Kom je even hier bij Anne op podium. Kom maar, Wouter. Ja, kom maar. Kom maar, hoe heet jij? Wil je mijn kusje geven? Nee, nee. Alleen een hand. Alleen een hand. Geef een hand. Geef een hand. Nee, deze hand. Zo. 1, 2. Hoi, hoi. Zo. Kijk eens, Wouter. Dat Donnie. Dit is Wouter niet. Oh, dat is niet Wouter. Nee, dat is Wouter niet. Donnie, dat is Donnie. Donnie, kijk eens. Sherry. Oh, ik nou, hou zo van zingen. Ik denk eigenlijk dat Jordi ook wel een pepernoot wil hebben. Kom eens, Jordi, kom eens even hier. Jordi, ja, nou, maar... Jordi wil altijd pepernoten. Ik ken een Jordi. Jij hebt al gehad. Ik ken een Jordi. En jij, kom eens hier. Hé, hey, Jordi. Goedendag, kerel. Hoe gaan we met jou? Jij bent het broertje van Anne. Ah. Ja, Wouter. Ja, maar waar is Anne dan? Dat weet ik niet. Ja, maar Anne ging naar jou toe. Anne, hier is Wouter. Kijk eens. Nice. Kijk dan. Kijk, nou zijn we er. Wouter, en weten jullie ook waar je moeder is? Nee, die is thuis. Die is thuis, die kijkt naar de televisie. Dag moeder van Wouter en Anne, hier zijn ze. Kom ze maar gauw halen. He? Zeg ze maar gedag. Zeg ze maar gedag. Dag mama. Doei Anne. Mama. Hoi. Nou hoef jij niet meer bang te zijn, Anne. Anne. Zeg maar. Nou is grote Wouter. Zijn we naar mama. Nee, je ziet ze niet. Mama is thuis. Wouter neemt jou mee naar mama. Ja. En mama komt ook hier naartoe. Wonen jullie hier? Nee. Oh. In het nieuwe gedeelte. Het nieuwe gedeelte. En weet jij de weg naar huis? Met wie ben je dan hier gekomen? Met mijn oom en mijn moeder. Oh. En onze broertjes. En de andere broertjes. Nee, maar je moeder is thuis. Ja, nou, ze is naar huis gegaan en ze komt ons weer ophalen. Oh, er is niks aan de hand. En je hebt Wouter nou. Ja. Ja. Zeg moeder Anne,
Er blijven net zo lang Pieten bij jullie tot het opkomt. Je komt ze wel ophalen zo direct, hè? Ja, Sinterklaas. Zou je dat echt doen? Ja, ze mogen best hier blijven. Ja, Wouter. Ik wil graag een keer voor Joop mijn viool spelen bij mij thuis. Huh? En hier staat het adres op. Geef gauw. Heb je viool bij je? Nee. Nee, hè, dat is jammer. Wel, even kijken hoor, het adres van Wouter. Dat je, nee, ik wil graag dat je viool speelt. Ik ben gek op viool spelen. Hier, Janal aan nacht. Goed. Nee, dat onthouden we. En dan kom ik naar luisteren. Oké. Okay. Wat speel je? Noem eens een liedje wat je speelt. U heeft een speciale taakstaf. Nou, ik heb nog geen boek met Sinterklaasliedjes. Dat geeft niet. Kerstliedjes dan. Nee, heb ik ook niet. Noem eens een liedje. Kortjakje. Nee, maar ik heb wel een ander liedje. Misschien kent u het niet. Fiddler's Fancy. Ja, dat ken ik wel. Fiddler's Fancy. Dat is op de viool. Ja. Ja, dat is Engels voor viool. Ja, ik kom. Sinterklaas, luister. Zouden Wouter en Anne niet samen een liedje voor u kunnen zingen? Ja. Dat lijkt me best wel leuk. Ja. Wacht even. En dan kunnen deze twee kleine jongens er ook bij. Jordi. Anne bij mij op school. Kom jij ook even erbij. Ja, die zou ik bewaren. Die stop ik in mijn zak. Zo. Kijk, willen jullie een liedje zingen voor Sinterklaas? Ja. Zo. Daar is ze weer. Ja, het is een lief, hè. Het is een schat van een meid. We zijn blij dat Wouter er is. Je schoen, Anne? Ja, hè. En Wouter ook, hè. Komen wij er wat in doen. Zing eens een liedje voor Sinterklaas. Welke ken je? Sinterklaas kapoentje. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Kennen we er nog één, jongens? Ja! Doe maar. Zing hem maar. Dat was een weer stoomboot. Sinterklaas die vergeet gewoon de tijd. En die blijft maar doorzingen met die kinderen. En straks is dat afgelopen natuurlijk. En dan gaat hij weer op zijn paard en dan gaat hij het land in. En dan loopt hij door het hele land heen met al die zwarte pieten. En dan is het feest voor jullie allemaal. En vanavond mag je je schoen zetten. Blij dat hij er weer is. We gaan nog een liedje zingen, jongens. Gaan met de andere kinderen nog. Kennen jullie Zie de maan schijnt door de bomen? Ja, dat is dan. Omdraaien. Zo, goed zo. Sinterklaas, wilt u nog speciaal een heel speciaal liedje horen? Ik wil graag een speciaal liedje horen. Jij ook? Wouter. Ik heb geen nieuwe boek, maar die boek heb ik niet mee. Oh, jee. Weet je hoe het heet? Ja, Sinterklaasje. Ja. Kan je boek maar even halen Sinterklaasje, dan? Sinterklaasje. Sinterklaasje. Kennen jullie het lied Sinterklaasje?